Afgelopen donderdag kwam er een nieuw rapport van de AFM, een jaarlijks rapport dat ze maken met trends en dingen die hun opvallen. En daar staan eigenlijk best wel een paar opvallende, maar zeker ook zorgwekkende feiten in. Zo lees je bijvoorbeeld dat 1 op de 3 beleggers risico loopt, veel risico loopt, en 1 op de 8 beleggers zelfs financieel kwetsbaar is. Aangezien het betrekking heeft op 1 miljoen Nederlandse huishoudens die op deze manier beleggen, spreken we dus over heel veel mensen die risico lopen, honderdduizenden mensen die risico lopen. En misschien ben jij daar ook wel één van, dus laten we in deze video gaan kijken van... Wat heeft de AFM te vertellen? Wat zijn die opvallende feiten? Um, en uiteindelijk ook natuurlijk hoe kunnen we het oplossen? Oftewel hoe de AFM zegt hoe kun je ervoor zorgen dat je slimmer gaat beleggen? Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl, een kanaal waar we werken aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En in deze video gaan we dus kijken naar het rapport van de AFM. Dat is het Trendzichtrapport zoals dat heet. Uh, dat is een rapport dat ieder jaar wordt gemaakt door de AVM, de autoriteit financiële markten, oftewel eigenlijk de toezichthouder voor de financiële instellingen in Nederland. En in dat rapport kijken ze dan jaarlijks naar de trends die er spelen. We gaan in, dit, uh, in deze video eigenlijk vooral naar hoofdstuk 3 kijken van dit rapport. En dan gaan we vooral afvragen van wie zijn eigenlijk deze beleggers, waar ze het over hebben en wat kunnen we doen dus om slimmer te beleggen. Welke punten vallen hun op waar heel veel mensen dus risico lopen en hoe kunnen we die verbeteren? In hoofdstuk 3 gaat het eigenlijk vooral over execution-only beleggers. Uh, dat is, zijn eigenlijk ja, beleggers die zelf hun onderzoek doen, of juist niet doen, maar eigenlijk wel zouden horen te doen. Die zelf hun aankopen en hun verkopen doen. En die is eigenlijk alles zelf in de hand hebben. Het gaat hier dus om 1 miljoen Nederlandse huishoudens die op deze manier beleggen. En in totaal zijn er 1,9 miljoen huishoudens die aan het beleggen zijn. Dus bijna de helft. Of moet ik het anders zeggen? Iets meer dan de helft belegt via deze execution-only brokers en heeft dus eigenlijk alles zelf in de hand. Het is dus best wel heel erg populair. En de reden dat mensen het liefst op deze manier beleggen is natuurlijk dat het is heel erg laagdrempelig. Het is heel makkelijk om een account te openen en te beginnen. Het zijn lage kosten en je hebt weinig vermogen nodig om op deze manier te beginnen met beleggen. Een Voorbeeld van een execution only broker is bijvoorbeeld de Giro. Dat is ook de broker die ik gebruik. Juist ook omdat ik dan op die manier zelf kan beslissen van wat wil ik kopen. Wanneer wil ik het kopen, wanneer wil ik het verkopen. Ik heb dus alles zelf in de hand. Maar zelf ben ik in 2016 begonnen bij een broker die eigenlijk heel veel dingen voor mij deed. Dat was beheerbeleggen of laten beleggen, zoals dat vaak heet. In mijn geval was dat Bing Forward. Dan wordt eigenlijk heel veel werk uit handen genomen omdat ik op dat moment niet de tijd of de kennis had om het allemaal zelf te doen. Maar wel dus, ja, wist eigenlijk van. Ik wil wel bezig zijn met beleggen. Zij doen dus werk voor jou en daar betaal je natuurlijk ook kosten voor. En hetgene wat daar nou nog een beetje speelt, is toen had je eigenlijk geen minimumbedrag. Maar inmiddels is dat minimumbedrag bij deze broker in ieder geval 1500 euro bij Bank Forward. En dat zorgt er wel voor dat er weer een extra drempel komt. En misschien juist wel dat het op die manier execution-only brokers juist wel interessanter worden. En laten we dan even gaan kijken naar wie die beleggers zijn die van execution-only brokers gebruik maken. Want dat vind ik wel interessant om te zien. Kijken we ten eerste naar de leeftijd. Dan zien we dat het vooral ouderen zijn van 55 jaar of ouder. Maar liefst 44% valt in deze categorie. Er zijn ook heel veel jongeren tussen de 18 en 34 jaar die hier beleggen op, op, ja, bij dit soort brokers. Dat is zelfs een kwart bijna van de klanten die ze daar hebben. Dus het is wel meer gevarieerd dan ik had gedacht. En ik had vooral veel meer jongeren verwacht bij dit soort dingen. Omdat die misschien de laatste tijd pas eigenlijk begonnen zijn met beleggen. Kijken we naar de ervaring, oftewel hoe lang zijn mensen al bezig met beleggen, dan zien we eigenlijk ook wel iets opvallends, want meer dan de helft geeft aan meer dan tien jaar ervaring te hebben en slechts een kwart geeft aan eigenlijk minder dan twee jaar ervaring te hebben, oftewel een kwart van de mensen die nu van deze brokers gebruik maakt, zijn eigenlijk pas begonnen vanaf de coronacrisis, laten we zeggen. Kijken we naar de opleiding, dan zien we eigenlijk dat het vooral hoogopgeleide zijn. Dat betekent dat het vaak denk ik dan ook slimme mensen zijn. Maar waarschijnlijk ook zo is dat juist dit soort mensen een betere baan hebben, een hoger salaris hebben en daarom ook juist de ruimte hebben om te gaan beleggen. De totale waarde dan die ze belegd hebben, nou, dat is een beetje afhankelijk, maar we zien vooral dat eigenlijk de grootste groep minder dan 5000 euro belegd heeft en dat slechts een klein percentage van 12% van deze beleggers meer dan 100.000 euro heeft belegd. Ten slotte dan nog even de doelen van het beleggen. Dan zien we dat 58% van de mensen belegt voor vermogensbehoud of voor vermogensgroei. 38% doet het eigenlijk voor een aanvulling op hun pensioen, dus vaak nog in de toekomst, omdat we zien dat de meeste mensen nog ver van hun pensioen verwijderd zijn. En 37% van de mensen geeft eigenlijk aan dat het een plezier eraan beleven of het gewoon een uitdaging is om te gaan beleggen. En we zien dus duidelijk dat mensen denk ik met een goed doel beginnen met beleggen en dus ook juist met een reden voor een execution-only uh, broker gaan kiezen, want we zien dus dat ze vermogensgroei willen, vermogensopbouw, uh, Aanvulling op hun pensioen. Dus echt iets voor in de toekomst. Het is dan heel belangrijk dat je op die manier toch ook vermogen kunt opbouwen. Geld uh, meer waard kunt laten worden. En dan is het dus heel belangrijk om de kosten laag te houden. Gaan we kijken bijvoorbeeld als je 250 euro in de maand zou beleggen. en dat doe je gedurende 40 jaar. wanneer je dan een rendement hebt van 7% per jaar. dan groeit dat bedrag. Naar 656.000 euro. Maar bij een rendement van 6% is dat nog maar 498.000 euro. Oftewel een verschil van 158.000 euro. Door 1% verschil in het rendement. Wat bijvoorbeeld zou kunnen komen omdat je hogere kosten hebt. En nou is het natuurlijk niet zo dat iedereen miljonair wil worden. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Dat is misschien ook wel een doel van heel veel mensen. Maar wat we vooral ook zien uit dit onderzoek is dat heel veel mensen het juist doen vanwege de lage rente. 77% zegt dat ze meer rendement willen maken dan op een spaarrekening. 40% geeft aan dat ze geen negatieve rente willen in de toekomst. Dat ze daarom zijn begonnen met beleggen. En 43% zegt ook dat ze het juiste moment hebben afgewacht. En bijvoorbeeld de crisis dus in 2020, begin 2020, is voor hun. Het perfecte moment geweest om in te stappen. Omdat de beurs toen bijvoorbeeld heel veel beurzen, heel veel indexen. ongeveer 30% onderuit gingen. En dat dus het ideale moment was voor hun. om goedkoop in te stappen. En ook op het moment dat ze tijd hebben, waarschijnlijk. om hiermee bezig te zijn. En dan komen we bij een stukje over wat de AFM ook zegt van slimmer beleggen. We hebben gezien dat het vaak oudere beleggers zijn. met een hoge opleiding. Maar toch lopen deze mensen een behoorlijk risico volgens de AFM. Het eerste risico is eigenlijk het financiële risico. Een op de drie beleggers heeft een financiële positie waarbij de kans groot is dat het geld nodig is. Oftewel heel simpel gezegd, je hebt eigenlijk gewoon te veel geld geïnvesteerd waardoor je juist kwetsbaar bent als het even tegen zit. En dat kan bijvoorbeeld komen omdat je te weinig spaargeld hebt. Een niebud zelf zegt dat voor een uh, gezin zonder kinderen, thuiswonende kinderen, dit 5000 euro zou moeten zijn... Ik zou zelf een buffer aanhouden van minstens zes maanden aan onkosten. Heb je bijvoorbeeld 1500 euro in de maand aan onkosten keer zes... is dus een buffer van 9000 euro, maar dat is eigenlijk het minimum. En afhankelijk van je eigen situatie kun je dat verder uitbreiden. Zelf heb ik bijvoorbeeld een financiële buffer van 24 maanden... omdat ik juist ja, zelfstandig ondernemer ben... En mijn inkomen iedere maand anders is. Dus vanwege die onzekerheid heb ik juist een grotere buffer opgebouwd. Maar het kan juist ook komen dat je eigenlijk te veel geld belegd hebt. Omdat je het geld al binnenkort nodig hebt. In, ja, beleggen is interessant voor de lange termijn. Maar op de korte termijn heb je daar ook zeker te maken. Met fluctuaties kan er best wel een crash komen. En als je binnenkort al moet gaan leven van je belegde vermogen. Is het dus verstandig om daar misschien een gedeelte van je geld uit te halen en op een andere manier ergens neer te zetten met meer zekerheid? Dus het is heel verstandig om te gaan kijken dat naarmate je dichter bij je pensioen komt, om dan te gaan kijken van hoe je belegt. Op welke manier uh, ja, heb je jouw geld verdeeld over een spaarrekening, obligaties en bijvoorbeeld beleggingen. Maar we lezen ook dat een groep van 12% of grofweg 1 op de 8 beleggers kwetsbaar is door hun eigen gedrag. ...en hun financiële positie. Dus behalve de punten waar we net al over spraken... ...over te veel geld belegd hebben... ...te weinig buffer hebben opgebouwd... ...zorgt ook hun gedrag nog eens voor extra risico. En zeker deze combinatie van beide... ...zorgt dan voor extra veel risico. Want het is natuurlijk één ding om eigenlijk te veel geld ja, belegd te hebben... ...maar wel op een redelijk goede manier te belegd hebben... ...met spreiding en dat soort dingen in de gaten te houden... ...dan wanneer je te veel geld belegt ...en ook nog eens op zo'n manier... Uh, met heel veel risico, met weinig spreiding. Dat als het misgaat, die kans heel groot is dat het misgaat. En als het dan misgaat, het ook nog heel erg grote impact heeft. En dan spreken we eigenlijk dus over suboptimaal gedrag. En dat is eigenlijk het laatste onderdeel en de laatste groep. 32% van de beleggers vertoont namelijk suboptimaal gedrag. Oftewel hun manier van beleggen zorgt voor extra risico. Je zou bijvoorbeeld ten eerste kunnen denken aan te weinig spreiding. Dus je zit te veel. Gericht op misschien één land, op één sector of op één bedrijf. Mocht het misgaan, dan zul je daar waarschijnlijk dus heel veel risico lopen en heel veel impact van merken. Het kan ook zo zijn dat juist een grote groep uh, juist heel veel handelt. Ook dat. Ja, handelen kost geld en daardoor verlaag je je rendement. Dus ik denk dat op hetzelfde moment dat het eigenlijk je rendement omlaag gaat op die manier, maar dat je eigenlijk ook nog niet echt een goed plan hebt. Want als je waarschijnlijk goed hebt nagedacht over wat je wil, dan is het waarschijnlijk ook niet nodig om vaak te handelen. En kijken we trouwens naar het aantal transacties, dan zien we dat er heel veel mensen juist heel weinig handelen. Ongeveer de helft van de mensen doet minder dan vijf transacties per jaar, en juist maar 12% van de mensen doet meer dan 20 transacties per jaar. Ten slotte nog het laatste onderdeel, de laatste groep. Dat zijn eigenlijk de risicovolle producten. En dan bedoelen we niet per se risicovolle aandelen van groeiaandelen, groeibedrijven, maar juist bijvoorbeeld cryptocurrencies of CFD's. Bij CFD's heb je bijvoorbeeld niet het aandeel in bezit, maar gok je eigenlijk op de koerswijzigingen. En daarbij verliest ook nog eens vaak 75% of meer van de mensen eigenlijk hun geld daarmee. Dus dat is een hoog risico. En ook de AFM spreekt over cryptocurrencies, ook dat die heel volatiel zijn en daardoor juist heel veel risico hebben. En dat is eigenlijk hetzelfde wat ik ook afgelopen woensdag al besprak in een video in ja, mijn crypto-update, wat ik zie, wat er gebeurt in de markt en dat heel veel mensen juist weer heel veel risico daarin gaan nemen. En wat de AFM dus zegt is eigenlijk heel erg logisch, eigenlijk helemaal niet zo gek. En ook execution-only brokers zijn eigenlijk helemaal geen verkeerde keuze. Tenminste, zo zie ik het in ieder geval. Het is alleen zo dat als je voor deze manier van beleggen kiest met dit soort brokers, je wel moet zorgen dat je zelf je onderzoek doet, er zelf wat meer tijd in gaat steken om te zorgen dat je eigenlijk op een goede... Lang, ja, ...op een goede manier een basis legt voor de lange termijn. En het komt er misschien wel op neer dat na het lezen van dit rapport... ...of na het kijken van deze video het even een goed moment is... ...om even een stapje terug te doen. Even vanaf een afstandje eigenlijk naar je eigen portfolio... ...of je eigen plan te kijken... ...om te zien of het misschien nog iets aan moet veranderen... ...om juist um, ja, een soort van weer even een stap terug te nemen... ...om te beginnen bij het begin. Dat wil zeggen, kijk naar wat je wil bereiken... ...dus maak een plan voor wat je wil bereiken... Ga kijken op welke manier je dat wil doen. Doe dat voor de lange termijn. Kijk naar kosten, naar rendementen die je kunt verwachten en welke impact dat heeft op de lange termijn. En gewoon heel belangrijk, beleg alleen geld dat je kunt missen. Dus zorg eerst dat je een financiële buffer hebt opgebouwd en pas na de hand. Ook eventueel als je schuldenvrij bent, op je hypotheek dan misschien, dat het dan pas het moment is om echt te gaan beginnen met beleggen. Maar ben je nou nieuw met beleggen en wil je bijvoorbeeld ook een goede start maken? Ik heb samen met Tim de beleggers training gemaakt. Die is echt gericht op beginners. In meer dan 50 video's leggen we je de basis van beleggen uit en helpen we jou juist een plan te maken voor de lange termijn. We zeggen niet wat je moet kopen of juist moet verkopen, maar we leren je eigenlijk hoe je zelf kunt zorgen dat je een goed plan maakt voor de toekomst. Een link naar de beleggers training vind je onder deze video, samen met een link trouwens naar de Giro om gratis een account te openen en te beginnen met beleggen en de Giro heeft op dit moment ook nog eens een actie waarbij je de eerste 50 euro transactiekosten cadeau krijgt dus dat maakt het zeker extra interessant om dat even te gaan bekijken. En dan konden we ook nog lezen dat de AFM op dit moment twee onderzoeken doet rondom beleggen. Ten eerste onderzoeken ze eigenlijk de rol van financiële influencers, oftewel finfluencers. Mensen gebruiken gewoon steeds vaker sociale media als een bron van informatie, ook voor hun beleggingen. Ik heb op de beleggersfeer al met de AFM gesproken en ik hoop ook dat we daar in gesprek kunnen blijven, want ik zou zelf ook wel wat meer duidelijkheid willen krijgen. Uh, want ja, ik vind ook gewoon dat zeker naarmate je aantal abonnees, je aantal volgers groeit. Je gewoon de verantwoordelijkheid hebt om het goed en netjes uh, uit te leggen, omdat het gewoon heel veel impact kan hebben wat je zegt. En daarom doe ik op dit kanaal ook heel veel uitgebreide video's. Ik zal niet gaan zeggen dat een aandeel gaat verdubbelen, bijvoorbeeld, maar ik ga juist kijken naar een waardering. Ik kijk naar verschillende scenario's en kijk van. Als deze scenario's uitkomen, wat dan, zou dan een eerlijke waardering zijn... ...in de hoop dat je op die manier, al ben je het er niet mee eens met wat ik zeg... Je ...in ieder geval ziet van hoe je iets kunt onderzoeken om juist dus betere beslissingen te nemen. En daarnaast doet de AFM nog een onderzoek naar beleggingsapps... ...om te zien of ze het niet te makkelijk maken juist om te beleggen... ...en of mensen niet worden verleid omdat ze eigenlijk een soort van, ja, als het een soort van spelletje gaan beschouwen... ...waardoor ze misschien juist een ander gedrag gaan vertonen en meer risico's gaan nemen... Want apps zijn natuurlijk vooral gebaat bij heel veel handelen, want dat is vooral het verdienmodel van heel veel brokers en soms zelfs aan sommige producten dat daar extra veel aan wordt verdiend. Dus laat jouw mening achter onder deze video over bijvoorbeeld het, uh, het rapport van de AFM over deze execution only brokers of misschien juist wel over de onderzoeken die lopen naar finfluencers of naar deze beleggingsapps. Ik ben best wel benieuwd naar wat jullie te zeggen hebben. Misschien kan ik er zelf ook nog wel iets van leren aangezien ik ook onder de term finfluencer volg. Daarmee zijn we dan wel aan het einde gekomen van deze video. Hopelijk vond je het een leuke, interessante video. Als dat het geval was, geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.